Hallo, dit leuke hartje is ontworpen door DIY Mommy en is heel erg makkelijk om te maken en ook heel erg snel. Je hebt er 19 rode elastiekjes voor nodig en als je het lusje waarmee je het vast komt te zitten ook nog rood wil hebben, dan 20. Maar ik vind het gewoon mooi om die doorzichtig te doen. Heel veel succes! De hele tijd werken we met dubbel gevouwen elastiekjes, dus je rekt hem uit, draait hem een slag en zet hem terug op je vingers. We zetten hem van het tweede pinnetje van, of het eerste pinnetje van rechts naar het tweede pinnetje in het midden. Dus zo. Dat doen we ook aan de andere kant. Dus je vouwt hem dubbel, zet hem terug op je vingers. En zet hem van het eerste pinnetje van links op het tweede pinnetje in het midden. Nu gaan we aan beide zijkanten 7 elastiekjes naar beneden. Ook de hele tijd met dubbel gevouwen elastiekjes. Dus je rekt hem uit, plaatst hem terug op je vingers en zet hem aan de zijkant. Ho. Dus ik ben nu al 5 elastiekjes naar beneden gegaan. Dit is de 6e. Dus nog 1 keer. Dat is 7. Dan pakken we er nog 1. Die vouwen we ook weer dubbel. En dan gaan we naar het midden. De andere kant doen we ook 7 naar beneden. En dan ook naar het midden. Laatste naar het midden. Dan heb je dit. Nu gaan we hier een capband van 4 ringetjes plaatsen. Dus duw dit even naar beneden. En je kunt het op 2 manieren doen. Op je haaknaald 4 lusjes. Maar ik vind het fijner om het gewoon op het pinnetje eerst op te zetten. Dus dat ga ik ook laten zien. Zet hem op het pinnetje. Draait hem een slag. Nog een keer. En nog een keer. Zo. En dan kunnen we beginnen met haken. Zorg ervoor dat de pinnetjes naar je toe wijzen, want dat is makkelijker met haken. Dan pak je het bovenste dubbelgevouwen elastiekje. Duw de cap nog even weer naar beneden. En je haakt hem terug waar die vandaan kwam. Dat doe je ook bij de andere. En zo haak je gewoon helemaal naar voren en dan weer terug naar het midden. Zorg ervoor dat je de hele tijd druppelvormen vormt. Dan weet je dat het goed is gegaan. Als je geen druppelvorm krijgt, dan is het elastiekje vaak niet helemaal goed gehaakt. Dus moet je eventjes kijken waar dat dan is gebeurd. Of hoe je het dan weer terug kunt halen. Want vaak kun je gewoon eventjes rond het pinnetje waar het elastiekje vandaan kwam een rondje maken. En dan schiet hij vaak al wel weer op zijn plek. En als hij niet loskomt, moet je alleen een beetje heen en weer gaan. En dan schiet hij los. En
En dan kun je hem makkelijker haken. De laatste alweer. Je kunt nu een rood elastiekje pakken als je geen doorzichtig hebt. Maar ik gebruik dus een doorzichtige. Die gaat hierin. Helemaal doorheen. Zorg er wel voor dat je echt alle elastiekjes meeneemt. Je haakt je haalt, je doet je haaknaald er dus helemaal doorheen. Je zet het elastiekje erop. En haalt hem helemaal door al die elastiekjes. Zet het andere eind er ook op. En je haalt de achterste over de voorste van de haaknaald af. Trekt hem aan. En dan heb je al deze elastiekjes veilig gesteld. Nu kunnen we hem eraf gaan halen. Je kunt het voorzichtig met je haaknaald eraf halen. Maar er ook gewoon zo aftrekken. Het maakt niet heel veel uit als je maar met het aftrekken voorzichtig doet. Want soms knapt er dan nog één. En dan moet je weer opnieuw. Zo komt hij er dan af. En dat lijkt absoluut niet op een hartje. Dus je moet hem gaan vormen. En vaak als je hem eventjes laat liggen, dan vormt hij ook al wel. Maar dan komt hij er zo uit te zien. En dit was hem. Ik hoop dat jullie wat aan dit filmpje gehad hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!